Senna Koeleman, we zijn hier vandaag op Anderlecht. Anderlecht speelde tegen de Genk Ladies. Jij komt uit Nederland. Hoe zijn de eerste weken verlopen voor jou bij Anderlecht hier? Ja, supergoed eigenlijk. Ik ben supergoed ontvangen. Het is een hartstikke leuk team. Goede trainingen met goede kwaliteiten. En we hebben goede weken gehad met de Champions League. En we zijn weer helemaal terug voor de competitie. En ja, ik ben super blij hoe het gaat op dit moment. Ja, die Europese wedstrijden, hoe plezant is dat om te spelen? Je bent in Malta geweest, dan Vålerenga. Hoe is dat allemaal meegevallen? Ja, het was echt superleuk. Het was een hele mooie ervaring. En ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Tegen Vålerenga ook. Helaas mocht het resultaat niet zo zijn. Maar ja, we gaan natuurlijk volgend jaar weer alles eraan doen om in ieder geval kampioenschap te bereiken. En volgend jaar weer terug te zijn. Ja. Je komt uit Nederland, je hebt Nederlandse competitie al gespeeld. Is er een groot verschil met de Belgische matchen waarin dat je speelt? Is dat meer intensiteit of zo? Of hoe zit dat allemaal? Ik denk dat het wel redelijk vergelijkbaar is. Zulke kwaliteit is goed. Er is wel minder publiek hier, merk je. Dat bij Nederland denk ik iets groter omheen is. Maar over het algemeen voel ik me hartstikke goed en ja, goed niveau. Ja, en hoe kijk je naar de volgende weken bij Anderlecht? Is die uitschakeling Europees, is dat moeilijk verteerd in de groep? Of is men daar al over op dit moment? Tuurlijk is het niet leuk dat je verliest. En is het op dat moment heel moeilijk. Mm-hmm. Maar we weten allemaal dat we door moeten en daar gaan we ook voor. En we doen er alles aan om de competitie goed verder te zetten. Dus gewoon de knop omdraaien en proberen verder beter te doen? Ja, absoluut. Dat is het belangrijkste. Oké, dan. Ik dank je en veel succes voor het vervolg. Dank je wel. Thank you.